is toch niet netjes? Bah, foei, zeg. Daar kun jij niet over oordelen, clown uit het zuiden. Peer brengt onheil. Als hij er is, dan komt er narigheid. Ja, ja, stilte. Onzin, babbeltjes. Ik heb Peer leren kennen als een hele lange goedzak. Hij doet geen, hoe heet je beestje? Oh ja, geen vlieg. Hij doet geen vlieg kwaad. Of wij weten wel dat Peer niet slecht is. Maar het ondergrondvolk is tegen hem. Ja. Stilte! Luister even, zeg. Wie zei hem? Waarom zei je het over het ondergrondvolk? Ik. We weten het trouwens allemaal. Het ondergrondvolk is tegen Per. Ja. Als Per er is, dan laten ze de grond schudden. Waarom moet Per het land uit? Het is hier al die tijd rustig geweest toen Per er niet was. Toen waren ze niet boos. En nou zullen ze weer woedend worden. Oh, nare. Ja, rustig. Ja. Zeg, ze. Wie zijn nou ze hier onder de grond hier? Ik kan wel merken dat jij hier vreemd bent. Jij hebt zeker nog nooit gehoord van trollen. Trollen? Oh, trollen. Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, zie je wel. Dus bemoei je er niet mee? Ja. Piepel wil best weggaan, hoor, als hij niet welkom is. Maar mijn vriendje Peer niet. Die blijft hier. Het is Zeeland, dus hij komt hier te wonen weer. Maar ik zeg jou toch, de trollen zijn tegen hem. Ja, die trollen, hè. Daar wil ik toch wel eens iets meer van weten. Ah. Hoe zien ze eruit? Jij zal het niet geloven. Alleen de mensen die hier geboren zijn geloven het. Nou, mevrouwtje, Piepo heeft op zijn wereldbolreis een heleboel vreemde snoes en smoeshaan ontmoet, hoor. Nou, ik heb het mee te maken gehad met onderwatermensen en met grachtenkoninginnen en met hippe planeetmensen. En wat heb ik nog? Ah, nou ja, maar ik heb mijn trollen. Trollen! Die heb ik nog nooit gezien. Hoe zien ze er nou uit? Ja, ik zeg toch niks. Ja, daar mogen wij niet over praten. Oeh. Maar het zijn een soort kabouters met veel haar. Ach, zeg, en waar wonen ze? Waar is het rijk van die langharige dwergen? Dat is overal. Overal. Dan komt nu een zeer belangrijke vraag natuurlijk namens Piepo's denkhoofd. Hè. Waarom zijn die aardmannetjes kwaad op mijn vriendje Peer de Sterke? Het antwoord is dit. Ja? Wij weten het niet. Oh, dat is lekker duidelijk. Wij weten alleen dat ze kwaad zijn op hem. Ja. En is er dan nooit eens iemand gaan vragen waarom ze kwaad zijn? Jij bedoelt naar het trollenrijk, iemand van ons. Ja, wat u daar riep, ja, dat bedoel ik eigenlijk, ja. Gewoon even naar die trollen gaan en de zaak gezellig uitpraten. Ja, jullie kunnen nu wel lachen, hè. En ik vind het natuurlijk ook leuk en ik wil ook graag mee lachen. En ik hou van een grapje, hoor, maar dat moet natuurlijk wel grappig zijn. Ja, maar dat is het ook, clown naar het zuiden. Het idee dat een mens naar het ondergrondse rijk zou gaan. Dat is iets onmogelijks. En heet het? De trollenkoning laat niemand toe in zijn holle berglaat. Dit is toch onzin? Natuurlijk mag je naar binnen. Als je het wel vraagt, heeft er ooit iemand het hier wel eens geprobeerd? Geprobeerd? Niemand niet. Afgesproken, niet langer over praten. Eenmaal, andermaal, verkocht. Piepo zal het doen. Wat? Nee. Piepo gaat. Nee. Goede clown, waag jouw leven niet. Piepo, je zocht niet over. Jij hebt wat gemist, een roebeltje, babbeloef. Piepo, ik heb me ondertussen nuttig gemaakt. Piepo, ik weet waar Peer naartoe is gevlucht. U hoeft niet zo zachtjes te praten, mevrouw. Wij weten het allemaal. Peer is naar de hut van zijn vader gevlucht. Hé, hoe wist u dat nou? Omdat hij geen keus heeft. Niemand hier laat Peer in zijn huis toe, behalve Gamle Peer. Zijn oude pa. Gooi hem in de wandelbal! Luister eens even. Piepo heeft een voorstel. Haastig is moed, is zelden goed. Piepo die gaat naar die trollen om de zaak gewoon even rustig uit te praten. Ach, ze laat je nooit toe. Ah, mevrouwtje. Piepo heeft hele speciale clownsplannen in zijn denkhoofd, hoor. Mijn man is de beste plannenmaker van de wereld, mevrouw. Ja. Hé, Piepo, maar naar de trollen, zei je? Ja. Is dat niet gevaarlijk? Gevaarlijk, zei je? Ach, nee, natuurlijk niet, mameloe. Je kent Piepo toch, hè? Hallo, zijn jullie daar nog? En is de zaak, hè? Zijn jullie akkoord? Rustig. Wij raden het jou af. Maar jij bent een eigenwijs neusclown. Wij geven jou 1 dag en 1 nacht de tijd. Maar als de aarde dan weer gaat beven, dan gooien wij vloep. Per het land weer uit. En dan mag hij nooit weer terugkomen. Nooit. Sapper de flapper de flapper. En dat was dat.
Pipo had dus beloofd om naar het ondergrondse trollenrijk van de bergtrollen te gaan. Dat kon een ingewikkeld uitstapje worden, want geen mens was daar ooit eerder geweest. Maar eerst gingen we naar de hut van Peerspa. En daar hoorden we veel meer dingen over de trollen. Want Peerspa was een wijze peer. Ik bedoel, man. Jo, de trollen van onze berg zijn niet slecht. Nee. Andere trollen zijn zo stoer als bomen. Als rotsblokken. Maar de trollen hier niet, nee. Hoe zien ze eruit? Ja, klein. Zeer veel haar. Lijken een beetje op schaapjes. Of op kleine beertjes. Ah, ja. Als ze nou beren zoet en schapen klein zijn, hè? Hoe kunnen ze dan die hele grond laten schudden? Oh, maar de krachten waarover koning Kneus beschikt zijn enorm. Koning wie? Koning Kneus. Oh, die. De bergkoning, de heerser der trollen. Hij regeert het ondergrondse rijk. Hoe weet u dat nou allemaal? Nou, bent u er wel eens geweest? Ja. Nee, maar verhalen van mijn vader en diens vader en ik wel. Ja, soms in lange donkere winter komen trollen boven de grond. Ja. Nou, zij willen eten stelen of vee. Ja. En dan wij maken lawaai-spektakel. Stoken de vuur. Ja. Zeg, en komen die aardmannetjes alleen 's nachts uit de grond? En in schemer, maar dat zij kijken in volle zon. Ja. Pats! Dan vallen ze. Nee, dan knappen zij paf uit elkaar. Paf, net als ballonnetjes, paf zich. Nou, hoor je dat, mameloe? Zeg, dat is jammer, kun je nooit eens een keertje lekker bruin worden. Oh, 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 oh. Luister nou, je wilt er nog naartoe. Ja, ja, ik wil er wel naartoe. Zeg, meneer, vertel eens, is er ook een weggetje naartoe of een ingang of zo? Oh, dat weet geen mens. Zeer sneu. Ja, wat sneu, wat sneu. Zeg, maar er is toch ergens als een deurtje of een luikje of een rollenbollentrap. Ja, want hoe komen die aardmensen er anders zelf uit? Ja, dat is een goeie vraag. Zij maken gat in grond. Jo. Ja, komen eruit. Plop. Als kurk uit vlees. Jo. Hey. En als gevaar is, plop. Gaan ze weer terug. Ja, ja, begrijp ik. In fles. Nee. In grond. Oh, in grond. Ja. Zeg, en is er iets waar die trollen van houden? Iets, chocolaatje of iets anders? Iets lekkers? Wat vinden ze fijn? Oh, levertrollen. Wat zegt u? Levertrollen. Levertraar, hoor. Deze bergtrollen zijn daar verzot op. Oh, nou, levertraar. Ieder zijn smaak, hoor. Levertraar, zeg nou. Is er nog iets anders waar ze van houden? Paul van Leventroon? Hoeden. Wat zeg je? Ja. Hoeden. Hoeden. Hoe groter de hoed, des te deftiger de troon. Mijn kleed. Zo zit dat daar in elkaar. Ja, wat eigenaarde, zeg ik al, hè. Nou ja, Pipo, daar weten mensen gewoon het helemaal niet van af. Maar ik zei het u al, het zijn geen gewone wezens. Nee. Nou ja, we zullen het wel zien, Pipo. Als we tot de mensen kunnen komen. Hoe is dat? We? Nee, mevrouw. U niet. Waarom ik niet? Nee hoor, ik kan Pipo niet alleen laten gaan bij zo'n gevaarlijke tocht. Oh, maar u bent mensen, mevrouw. Oh, daar zijn trollen dol op. Oh ja? Dus ze houden van levertraan en dan houden ze van grote hoeden en dan van mameloe. Nou, dus de derde plaats van mameloe op onze plak. Oh. Pipo, nou geen grapjes. Gammele meneer, waarom Pipo wel en ik niet? Als trollen mensen, mevrouw, kunnen veroveren, zij moet de hele dag spinnen aan het spinnenwiel. En 's nachts moet zij in één stuk door kopkrabben. Kopkrabben? Ja. Pipo, hoor je dat? Nou ja, zo'n eigenaardig volkje wil ik niet ontmoeten. Pipo, jij gaat maar alleen. Ja, maar bedoel, we gaan alleen. Nou meneer, ik zou zeggen, trol, ik bedoel skol. Nee. Maar hoe kom ik daar nou, zeg? Ik moet toch weer... Dat zal ik voor u ooit tekenen, hè? Ja, graag, want ik wil het allemaal precies dat ik weet. Kijk, u gaat hier. Nee, Babeloe zag het niet zo zitten. Ze voelde er niets voor om kopiekrouw te moeten doen als huiswerk bij een troep onverharige aardwezels. En dus ging Pipo alleen. Dezelfde avond nog. Ik had nog een paar uur de tijd gehad om een plannetje te maken. Wat eenvoudig zou het vast niet worden. Ja, Peerspa, meneertje Gammele Peer, had me over een plek verteld in het dal. Een hoekje waar de mensen tot nu toe het meeste trollenmannetjes hadden waargenomen. Hij had zelfs een landkaartje van de weg en naartoe voor Pipo getekend. MUZIEK
op. De flop zegt... Dit moet het zijn. Dit moet de plek zijn waar die oude perenpaard over gaat. Die steen en die boom en nog een boom en nog... Ja, helemaal, ja, dat klopt. Zullen we eens even kijken, hoor. Nou vlug, even opschieten. Nou vlug, de arbeid. Hè. Wacht even, hoor. Even zo, is er... Het lijkt wel ook eens pokus uit die wat ik allemaal doen moet. Even kijken. Iemand te zien? Nee. Hoe laat zou het eigenlijk zijn? Wacht. Oh ja, kwart over de rand, over de half, over de 10 minuten. Nou, dat is een mooie tijd. Nou, dan gaan we vlug beginnen. Ja, en dan zit ik nou eens in. Die mooie grote hoed erbij. Hoep. Konijntje uit de hoed, rolletje uit de grond. Nou, even kijken, wat zei je ook? Oh ja, de spreuk. Waar heb ik die spreuk? Oh ja, is dat iets voor Pipo, zeg. Dan moet je elkaar rommelen. Dwerg, kom eens uit je berg. Trol, kom eens uit je hol. Niks. Hallo, kom eens tevoorschijn. Ik ben het, Pipo. Ik wou eens met jullie gaan praten. Hallo, kom eens uit de bodem. Niks, niemand te zien. Schapperdeflap, nou zie je, dat is ook mooi. Dat wordt ook wat moois. Dat is ook wat moois. Daar zit ik nou. In het noordelijke buitenland om een gesprek te hebben met een vreemd soort holbewoners. Psst. Met de kopie krauttrollen van de bergkoning. Misschien zijn het ook wel verzinsels. Misschien zijn het verzinsels van de mensen hier uit de buurt. Hoe meer ik erover nadenk, het is zo. Dat is dan mooi. Dat zit ik dan voor niks, Noppie, Niemendal. Nou ja, zie je dat, Burk? Ja. Ik zie het, Kirk. Zo gek boven mensen hebben we nog niet gezien. Wat je zegt. Huh? Zie je die voeten? Het lijken wel roeibootjes. Zo, met de flap, Hallo, is daar iemand? Ah, dit is Koep. Hij vraagt of er iemand is. Wat een stommetje is dat, hè? Nog nooit een halskuiken gezien. Schappen de flapje. Ze bestaan dus toch. Hallo? Kom eens boven. Haha, hoor je dat? Of we boven komen. We zijn niet gek. Oh, wat een rare uitgebakken klomp van een bovenmens is dat. Zeg, zullen we hem een smakmodder in zijn gezicht gooien? Hallo zeg, als je dat belaat, hè? Pipo heeft zijn goede jasje aan. Zijn goede jasje, dat wat? Die oude vaaldoek. Haha, hij is bang voor ons. Jeffershondje, aardbei neus, kippenkop. Zeg, hou eens op met dat ondergrondse gegrinnik, hè? De grond schudt ervan. Haha, moet je horen. Dat noemt hij schudden. Moet je eens meemaken als we de grond echt laten schudden. We blijven niet lang staan. Bleke zwezerik. Schappen, ja, dat is het juist. Over het schudden van de grond, daar wil ik met jullie over praten. Daar wil ik met jullie baas over praten. Waarom doen jullie zo lelijk als mijn vriendje Peel in het land is? Hallo, jij hebt je me verstaan? Kom eens boven als je durft. Hallo. Ja, kom eruit of ik schijt eruit. Weg. Niks. Ze zijn verdwenen. Maar... ze bestaan wel. Tuurlijk. Ik heb dat, ja, die spreuk, maar ik had nog veel meer moeten doen. Weet je wat ik natuurlijk had moeten doen? Ik had die leventraan van die oude perenpa het over had, hè. Natuurlijk, die leventraan, die had ik gewoon moeten rondsnooien. Zijn die trollen zijn zo dol op leventraan. Sjappen, ja, nou, dat had ik natuurlijk moeten doen. Maar ja, dit heb ik dus niet gedaan. Nou, schappen de flap zit hier. Ik heb het verkeerd gedaan. Nou, het is dus niet mogelijk door te dringen in het trollenrijk. Nou, dan wordt dit Pipo's eerste mislukte avontuur. Schappen de flap zich. Ja. Mameloen, die zal ook wel niet blij zijn ermee, denk ik, zeg, als ze het allemaal hoort, hè. Die leventraan, die helpt ook al niet. Doe je. Ach, wat nu? Ja, wat...
Jij doet het dal in het trollendal, waar klein. En een hoed heb ik hier ook nog, waar die trollen zoveel van houden. Weet je wel, ze waren zo dol op een hoed. Oh, en die heb ik dan helemaal voor niks meegenomen. Hé, sappen de floppen de flopje, trolletje. Kom eens hier, luister eens even. Luister eens even, zeg trol, luister even. Ja, dat dacht ik wel. Die trol kan niet terug met die grote hoed op. Die is ook een groot gehad. Groot genoeg, ook voor Pipo. Ziezo, het was dus toch waar. Trollen bestonden echt. Het waren brutale wezentjes. Je kon ze lokken met levertraan en ze waren te vangen onder een hoedje. Nou ja, eigenlijk vingen ze zichzelf. En Pipo's plannetje lukte. Tot zover was dat ook waar. Het meer spiegelde in het maanlicht. Hé? Die trol pakte een bootje. Ja, maar Pipo ook. Het werd een geheimzinnig vaartochtje. Was hij nou gebleven, zeg? Misschien in die spleet daar in die rots. Wacht even, dat doe ik ook. Dan is het dus hier. Hier is het paleis van de trollenkoning. Daar loopt een soort opgepompte trollenportiertje bij de ingang. Hoe komt Pipo nou langs die rare nachtwacht? Wat zijn die oude berenpaar ook alweer? Ze kunnen niet tegen de zon. Het valt te proberen. Oude perenpa, hij had gelijk. Ze kunnen niet tegen de zon. Lastige eigenschap. Waar leef je pas gezond? In grond, in grond, in grond. Wie maakt de aardappel? De trol, de trol, de trol. Wat weet een mens? Wat weet een mens van het binnenaards bestaan? Geen snars, geen ziegen al verzend. Geen grijn, geen lach, geen traan. Toch is het zo, wij leven hier. Want heuvels die zijn hoog. Daar binnen woont naar spin en pier. De diependalse troon. Je hebt pas gezond. In grond, in grond, in grond. Wie maakt een aardappel? De trol, de trol, de trol. Een trol leeft in de schemering. Is dol op slem en slaap. Hij is beslist een lelijk ding. Al lijkt hij op een schaap. Hij laat de mensen soms een sjaap. Hij laat zich gaan. Insipitie zijn hier in dit kelderland. Waar leef je pas gezond? In grond, in grond, in grond. Wie maakt mijn aardappel? De trol, de trol, de trol.
Sjappe de flap. Pieper moest zich nu wel laten zien aan de trollen. Als allereerste mens.